Abel Lenstra Stadion met 15.000 knuffelberen op de tribune hier in Heerenveen. Een actie van Sportclub Heerenveen, geneesmiddelenbedrijf MSD en Stichting Kika om aandacht te vragen voor kinderen met kanker. U ziet de opstelling van Heerenveen terug naar het 4-3-3 systeem. Van der Heijden is er nog altijd niet bij. Dat betekent dat Nygren vandaag de man op de vleugel is. Naast Van Bergen. Nou, Van Bergen aan de andere kant, dat begrijpt u. Maar dat zijn de twee mannen op de vleugels. Sander van der Eijk fluit. En bij Emmen de nodige afwezigen. En het zorgt ervoor dat er een basisplaats is voor Ben Moussa. Middenveld staat dus wat anders. Met de put naar achteren. Oudspeler van Heerenveen als linksback. Voor Emmen een moeizame start qua punten. Het gevoel dat er meer in had gezeten overheerst heel duidelijk bij Emmen. Goeie controle. Telgkamp kiest ook voor de rust. Araujo, vandaag jarig trouwens. Met een lange bal op landgenoot Peña. Die kan daar niet bij, maar dan is daar achter Kavlan. En die kan er weer wel bij. Ineens op Peña. Dit is goed gespeeld door Emmen. Bal natuurlijk dan naar De Leeuw. Ineens. Ah, dat kan die meestal wel. Zo hebben we wel hele fraaie doelpunten zien maken. Ah, hier klopt vrijwel alles. Van de lange bal van Araujo tot Kavlan, tot Peña, tot de paas op De Leeuw. Maar dat laatste, hij lijkt een beetje te aarzelen. Schieten aannemen. Het wordt geen van beiden. Hey, is dat niet een terugspelbal? Zat De Leeuw daaraan? Huh? Was het De Leeuw die hem tikte? Eens even kijken. Wat is hier aan de hand? Dit is. Het is gewoon een terugspelbal. Een indirecte vrije trap dit. En ook kijk eens waar die genomen moet worden. Lausen. Meteen Bogdanović in zijn nek. Bel moet terug. Lausen. Chacon. Aardig balletje dit. Tibbeling heeft ploeggenoot mee. Daar is de kans en dat levert de corner op. Lausen komt er net niet aan. Kopbal. Geen buitenspel dan nu voor Peña. Die was op tijd teruggelopen. Nog een voorzet. En die levert een kopkans op. Geen makkelijke bal hoor voor De Leeuw. Achterover vallend. Ben Moussa. Tibbeling. Peña. Kavlan wil hem wel. Loopactie binnen door. Oh, dat gaat wel heel makkelijk. Kavlan schiet dan wild in het zijnet. Daar staat Van Bergen te slapen. Maar moet Kavlan er vervolgens ook meer mee doen? Je ziet toch al een tijdje aankomen wat er gaat gebeuren. Maar Van Bergen laat zich toch verrassen. Veerman. Te hoog voor Veerman. Maar daarachter komt Nygren nog. Dat is erin hoor. Push me is de boodschap. Assistent scheidsrechter Jansson vindt het niks. Klein duwtje is het wel. Veerman. Veerman. Mooi meegegeven. En daar is dan een enorme kans voor Van Bergen. Dat ging goed, snel, soepel. Daar de korte paas zelf gegeven. Van Bergen gaat ook meteen diep. Krijgt de bal terug van Henk Veerman. Schuift hem voorlangs. Beste moment van Heerenveen. Daar gaat Kavlan. Vrij makkelijk langs Nygren. Geen goede paas van Ben Moussa. Goeie snelle 1-2 met Van Bergen hier.
Daar is Veerman. Daar komt Nygren aan de bal. Alsnog Veerman. En die schiet hem erin. Door de benen van Telgekamp. Heerenveen leidt. Daar waar Emma aanvalt en het betere van het spel heeft. En dus is de blik bij Veerman er ook eentje waarbij hij eigenlijk vooral lijkt te geven. Het gaat allemaal niet zo goed. Dit wel met Van Bergen. Die wil Veerman al wegsturen. Dan krijgt Nygren de bal. Die bereikt Veerman wel. En dan door de benen van de doelman van Emmen. Dat is altijd ongelukkig. Ben Moussa in de fout. Geen overtreding. Veerman wacht, kijkt. Nygren. Nygren nu zelf. En dan is het 2-0. Emmen doet dit zichzelf volledig aan. En nu is het Veerman op Nygren. Ben Moussa hopeloos in de fout daar. En dat is toch ook het verhaal van Emmen dit seizoen. Lausen, dat is een makkelijke versnelling. Bijl. De Leeuw niet. Daarachter wel de kans, maar tegen Floranus aangeschoten. Door Chacon. Daar was Emmen weer eens. Goeie aanval, Lauritsen. Dan zoekt Bijl naar De Leeuw. Dan valt die bal zomaar voor Chacon. Balverlies en dan gaat Van Bergen. Dat is de man op snelheid. Araujo heeft hem niet en het is geen 3-0. Van Bergen met zijn snelheid zo wapend. Het is weer balverlies. Op middenveld bij Emmen. Snel omschakelen. Araujo besluit de overtreding niet te maken. Dat is een slimme beslissing. Mogolo. Veerman bal kwijt. Tibbling. Tibbling. En daar is Mulder net genoeg. Fout van Veerman leidt tot deze mogelijkheid. Daar gaat Van Bergen. En Van Bergen legt hem breed. En dan wordt hij overgeschoten. Maar wat is dit tekenend voor deze eerste helft? En voor Lucky moet het toch ook uitermate frustrerend zijn. Want dit is precies ook het drietal waarvan hij van tevoren heeft gezegd. Hou dat nou in de gaten. Dat zijn die drie. Oh, daar raakt Tibbling. Woudenberg. Moet wel even komen. En omdat het niet zijn eerste overtreding is, krijgt hij geel. Kafland met de indraaiende hoekschop. Daar komt Mulder. Peña, maar hij is de bal kwijt. Nou ligt er wel weer ruimte. Dan naar Nygren. Hier is Van Bergen. Het is geen gekke gedachte om de bal aan hem te geven vandaag. Van Bergen, Veerman, chipt hem. Net over het doel. Hij zag hem er al invallen. Mulder met de bal die aankwam bij Veerman. Dat is een zeer fraaie controle. Oh, lopen ze elkaar een klein beetje in de weg met Batista Maaien. Veerman geraakt door Tibbling en die gaat eraf. Emmen met 10 verder. De overtreding van Tibbling op Joey Veerman. Koranus die veel mee opkomt. Meer nog dan voorrust. Congolo, Veerman. Zelf. Dat is het idee. Net naast. Dat was een aardige schietkans. Voor Joey Veerman. Veerman. Van Bergen. Oh, die valt erin. Dat is een vrij verrassende treffer van Congolo. Het schot van Bergen en dan doet hij het. Ja, schitterend. Wordt nog geappeleerd voor buitenspel.
Het is een snelle reactie van hem. Veerman op Veerman. En het is 4-0. Joey heeft de bal. Kijkt waar Henk is. Die staat daar. Bereikt hem. En Henk denkt, nou, tijd voor mijn tweede. Peña. Met geen lekkere bal dat. Chacon heeft hem uiteindelijk wel. Bogdanovic geraakt door Lausen. Geel. Bogdanovic zegt rood zelfs. Direct een rode kaart voor Lausen. Nou, kan er ook nog wel bij. Er zijn misschien nog wel wat invallers bij Heerenveen die wat zouden willen. Bogdanovic. Janis. Peña. Moet nog even oppassen daar. Corner nog. Serieus, ja. Er is een corner gegeven. Vroeg volgens mij daar aan Kees Kwakman en Leeuwen Oldenburger. Of die misschien konden helpen, dat wordt lastig. Hij zocht wat ondersteuning daar bij onze presentator en analist. Maar ja, die gaan Van der Eyck ook niet op een andere gedachte brengen. Corner dus nog voor Heerenveen. Bal draait richting tweede paal. Geen kopkans. Janis. Nog een harde voorzet, die heeft Telgekamp. En daarmee zit het erop. Nou, houdt die bal nog even 5 seconden in zijn hand en dan is het wel klaar. Precies. Heerenveen wint met 4-0 van Emmen. Emmen was 25 minuten lang beter. Toen sloeg Heerenveen 2 keer toe. En na rust het breekpunt in de wedstrijd. De 2 snelle gele kaarten. Voor Tibbling. Daarna was klaar.